Gezondheidsminister Amar Ramadien zegt dat de huidige kwestie van actievoerende vakbonden een integrale aanpak nodig heeft. De bewindsman sprak journalisten gisteren voor een late aanvang van de ministerraadsvergadering. Ramadien zal vandaag gesprekken voeren met de ziekenhuizenraad over de aanpak van de onderhandelingen met de vakorganisaties. Dus er is een zekere integrale benadering nodig. Dus ik kan aangeven dat voor wat betreft de reden voor de actie er meerdere ministeries nodig zullen zijn en de regering in zijn totaliteit eigenlijk. Dus wat betreft de vakinhoudelijke zaken, dus vanuit de vakbond zelf, daar zijn we eigenlijk op een goed traject, op een goed spoor. Zeker als het gaat om wat betreft de loonstructuur, als het gaat om toelagen, zijn we op schema. En denk ik niet dat de reden van ziekenhuisbonden die nu in actie zijn direct te maken hebben met de zorg, maar meer over het algemeen probleem, zoals u dat ook hebt gezien van de BTW. Dus we blijven in contact, ook de directies zijn in contact met hun vakbonden. En we hebben nog morgen heb ik een overleg ook weer met de ziekenhuisraad. Dus we gaan dat allemaal blijven bespreken. Ramadien kan nu niet zeggen als de acties van de afgelopen dagen impact hebben gehad op de zorgsector. Hij heeft tot nu toe nog geen meldingen van de ziekenhuisdirecties ontvangen over alarmerende situaties binnen de ziekenhuizen.